Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je aan de titel hebt kunnen zien, heb ik een Action shoplog voor jullie. Mocht je afvragen waarom ga je in de tijd van corona naar de Action? Heel simpel, ik had wel dingetjes nodig en zolang je de afstand bewaart kun je daar af en toe best wel eventjes wat dingetjes halen die je nodig hebt. Deze Action die was ook wat groter, dus er was ook echt mogelijkheid om voldoende afstand te bewaren. Die liep echt niet op elkaar slip. En als iemand ergens aan het kijken was waar jij even wilde kijken, dan dacht hij gewoon dat het schap leeg was. En dan kun je daar alsnog kijken. De kat zit nu aan de tas te rommelen. Maar goed, daarom ben ik dus even naar de Action geweest. Ben je benieuwd naar de spulletjes die ik bij de Action heb gekocht? Zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik zal de prijzen zoals altijd weer in beeld neerzetten. En ik begin even met een heel groot item wat hierin zit. En dat is deze grastapijt. Dit grastapijt. Die kun je op je balkon leggen bijvoorbeeld. En daarvoor wil ik hem gaan gebruiken. Ik wil mijn balkon een beetje opleuken. En daar heb ik een soort van grastapijt voor gekocht. Je had twee soorten. Je had er ook eentje die leek echt op gras. Dit is een zachte. Aan de binnenkant heeft hij ook vilt. Dus ik zou hem niet buiten laten liggen met de regen. Je kunt hem op maat knippen. Ik weet niet hoe groot deze nu is. 100 bij 200 centimeter. Op dit moment komt er nu net een kar langs met heel luide muziek. Dus sorry daarvoor. Maar dat is dus dit grastapijt. En zoals ik zei, je kunt hem dus op maat knippen. En kun je hem op je balkon leggen. Het lijkt mij wel gewoon lekker als ik zo eens een keer op mijn balkon wil zitten. Dat ik ook gewoon even bijvoorbeeld op mijn blote voeten erop kan gaan lopen. Of met sokken. Dat je niet altijd per se schoenen aan hoeft te trekken. Dus die ga ik binnenkort op mijn balkonnetje leggen. Dan ga ik mijn balkon een beetje zomerproof maken. De prijs van deze die je in beeld hebt zien staan was trouwens een aanbiedingsprijs. Dus ik weet niet precies wat die dus kost als hij niet in de aanbieding is, maar het zal niet heel veel meer zijn dan de prijs die je hebt gezien. Dan heb ik zakjes gekocht. En dit zijn van die zipperbags. En dat zijn deze zakjes. Die kun je natuurlijk voor van alles gebruiken. Ze hebben hier bijvoorbeeld aardbeidjes in. En nou, je broodjes kun je erin doen. Dus 3,6 liter. Zitten 20 zakjes in. En die kun je dus zo dicht zippen met zo'n zipper. Hier kun je dat heel goed zien dat ze hem dicht zippen. En ja, ik vond dit wel een handig iets. Ik leek mij ook wel handig voor bijvoorbeeld voor mijn vriezer. Ik heb vaak frikandellen en hamburgers en zo. En vaak nemen die doosjes net wat meer ruimte in. Dus, en als je alles in een zakje doet, dan heeft het wat minder ruimte. En kun je er gewoon elke keer iets uithalen. Ze zijn 27 bij 30 centimeter. Dus ik denk wel redelijk normale verhouding. Wat ik dan wel weer heel bijzonder vind, is dat er een logo op staat van de vaatwasser. Terwijl je dit soort zakjes natuurlijk niet in de vaatwasser doet. Maar in ieder geval die eventjes. Wat ik ook eventjes haal zijn weer de lavendel trekbandzakken die ik eigenlijk altijd bij de Action meeneem. Ik gebruik deze voor mijn katgrit. Dit is een medium maat van 30 liter. Ze passen helaas niet in mijn prullenbak. Maar ik doe hier altijd het kattengrit in als ik mijn kattenbak verschoon. Want dan stinkt het iets minder. En die hebben gewoon een hele lekkere geur. En die gebruik ik echt al een aantal jaar. Die bevallen nog steeds prima. Dus meestal als ik weer bijna door mijn voorraad heen ben, haal ik weer eventjes een nieuw pakje met dit soort zakjes. Het staat eigenlijk niet op hoeveel zakjes erin zitten. Maar oh, 15 zakken. En de geur komt nu echt wel door het plastic heen. Je moet wel van lavendelgeur houden, maar ik vind ze echt ideaal. Dan heb ik ook weer eventjes een nieuwe screen protector gekocht. Mijn screen protector is alweer heel erg lelijk. En ik had er nog eentje liggen, maar ik dacht ja, ze zijn er niet altijd bij de Action voor mijn telefoon. En nu zag ik ze hangen. Ik dacht nou, laat ik gewoon alvast weer eventjes een nieuwe meenemen. Ik vind deze van de Action eigenlijk prima. Dit is gewoon zo'n glazen screen protector. Die vind ik fijner als de plastic screen protectors. En deze zijn voor de wat grotere iPhones. Het is ook wel zo dat ze voor de nieuwere iPhones vaak wat later dit soort accessoires krijgen. Maar ik dacht nou, gewoon weer eventjes een nieuwe. Heb ik weer eventjes eentje liggen. En nog even een heel basic item en dat zijn schoonmaakdoeken. Ik merk dat ik de laatste tijd daar eigenlijk best wel wat van tekort kom. Want ik gebruik heel veel schoonmaakdoekjes. En ja, ik wil niet een wasmachine half draaien. Dus ik wacht wel echt tot mijn wasmachine vol zit. Alleen dan is op een gegeven moment het bakje met de doekjes leeg. Dit zijn gewoon van die microfiber doekjes die ik heel fijn vind. Deze zijn ook heel fijn om bijvoorbeeld je televisie mee schoon te maken. Of je laptop of telefoon, wat dan ook. Het zijn gewoon 5 doeken. En ik heb deze al vaker gehad bij de Action. En die werken gewoon prima. Dan heb ik ook weer eventjes van die flosssticks gehaald. Ik vind deze gewoon heel erg handig. Omdat ik nogal snel last heb van dat er eten tussen mijn tanden blijft zitten. En dan vind ik het fijn om weg te halen. Ik gebruik overigens wel alleen het floss dingetje. En niet dat achterste stukje. Want dat zit ook een soort... ja, scherp stukje aan die je ook zou kunnen gebruiken. Ik gebruik alleen het floss dingetje. Ik ben zelf niet echt een frequent flosser. Flossdraad maak je me totaal niet blij mee. Dat vond ik vroeger al vreselijk. Maar deze vind ik wel echt heel erg handig. En die vind ik gewoon wel fijn om op voorraad te hebben. Er zitten 75 van die sticks in. Dus daar kan ik weer eventjes vooruit. Dan heb ik... deze hangertjes gekocht. Eigenlijk zijn deze bedoeld voor je tafelkleed. Het zijn 4 gewichtjes. Die kun je dus normaal je tafelkleed hangen. Dan blijft je tafelkleed liggen. Ze hadden heel veel zomerse, soort. En ik vond deze wel leuk met de flamingo's, zijn het geloof ik. En ik wil ze gaan gebruiken om aan mijn lopertje te hangen. Ik heb eigenlijk altijd een lopertje liggen op mijn eettafel en op mijn tafel... de kleine tafel, hoe noem je dat? Ik weet even het juiste woord niet. Nou ja, het tafeltje wat bij mijn bank staat. Die blijft altijd wel liggen omdat ik er een dienblad op heb staan met dingetjes. Maar op mijn eettafel blijft die nooit liggen omdat de katten er vaak mee spelen. Toen dacht ik, nou misschien als ik er zo'n hangertje aan hang, dat die dan minder zwaar wordt, dat die dan minder makkelijk te verplaatsen is. Dus ik ga dat gewoon proberen. Dus ik dacht, nou ik vond dit item wel leuk. Ik vond deze poppetjes wel leuk. Dus ik dacht, nou die ga ik gewoon meenemen. Dus nou, dat vond ik er wel leuk uitzien. Dan heb ik ook een elektronische keukenweegschaal gekocht. Dit wilde ik al heel erg lang hebben. Maar eigenlijk elke keer dacht ik, nou het komt wel. Maar ik merk bijvoorbeeld wel dat als ik iets van pasta of zo wil maken, dat ik het eigenlijk nooit goed kan afwegen. Dus eigenlijk nooit de juiste verhouding heb die op het doosje staat. Ik heb wel van die eetmaatjes, maar dat vind ik dan vaak net te weinig. Kom ik nog niet helemaal uit. Dus ik dacht nou eventjes een keukenweegschaaltje. Heeft gewoon een LCD display. En kan tot 5 kilogram producten wegen. Hij is RVS. En heeft een timer en temperatuurweergave. Dat snap ik dan niet helemaal. De temperatuur. Ze moeten wel knoopcelbatterijtjes zien. Die zitten er wel in. En dat is inclusief een handleiding. En het handige aan deze is dat je hem aan een rek kunt hangen. Ik heb zelf zo'n rek. Dus die kun je daar gewoon aan hangen. Zodat het eigenlijk gewoon gelijk mooi opgeborgen is. Ze hadden hem alleen in RVS stijl. Dus nou ja, ik dacht is ook wel prima. Maar ook bijvoorbeeld als ik een keer koekjes zou willen bakken of zo, dan kan ik dit gewoon afwegen. Dus ja, daar ben ik wel heel blij mee, omdat ik die echt al best wel lang wilde hebben. Dan heb ik nog een nieuwe foodtang gekocht. Dat is deze in een roze kleurtje. Die had verschillende kleuren. Eigenlijk is het gewoon zo'n serveertang. En die van mij die zijn eigenlijk wel... al een beetje aan het einde van hun Latijn. En ik zag ze nu bij de Action liggen. Toen dacht ik, nou laat ik er gewoon eens even eentje meenemen. De vorige die ik heb gekocht, die kwam bij de Wibra vandaan. Ik heb ze van de Action nog nooit gehad. Maar ik ben wel benieuwd. En ja, ik vind het gewoon handig om mijn vlees mee om te draaien. En dat soort dingen. En ja, je kunt ze denk ik ook wel gebruiken voor salades of zo. Maar dat eet ik nooit. En ik vond het kleurtje gewoon wel heel erg tof. Dus die heb ik ook maar even gekocht. Maar wat ik ook nog even haalde, dat is een nieuwe body lotion. En ik gebruik altijd de body lotion van Dove. Dit is van de Nourishing Secret line. Ik heb zelf normaal altijd degene met cacao erin. Die hadden ze nu niet. En nu heb ik een glowing body lotion met lotusbloem. En er zit een extract van rijstmelk in. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe die ruikt. Nou, hij ruikt wel heel erg lekker. Ja, echt. Dat is zeker een dingetje. Hij is voor alle huidtypes. En dit zijn ook vrij grote flacons. Want deze zijn 400 milliliter. Die zijn bij de Action een stuk goedkoper dan dat je ze bij de drogist koopt. Het is een lichte lotion met rijstmelk voor zijdezachte en stralende huid. Ik ben dan wel benieuwd naar die glowing. Zou die echt een beetje een glow gaan geven? Ik weet het niet. Maar ze hadden helaas degene niet die ik altijd heb. Dus vannacht, nou, dan neem ik deze wel mee. Een keer afwisseling is op zich ook niet erg. Zolang het maar Dove is. Want daar gaat mijn lichaam op zich wel gewoon heel erg goed op. Dan heb ik ook nog eventjes wat in de knutselhoek gehaald. Het was niet heel erg veel. Maar dit zijn nieuwe setjes met washi-tapejes. En dat zijn deze. Dit zijn die hele leuke cadeauverpakkingen. Er zitten 24 washi-tapejes in van 3 meter. Je hebt kleintjes. En ik zie hier al hele leuke tekst op staan. Wat hierin zit. Je hebt hier bijvoorbeeld een tekst. Die vond ik heel erg leuk. Remember. Awesome zie ik hier staan. En today list. Nou, hele leuke. Ook een soort pantenprintje zit erin. Dus dat is allereerst deze. Dan heb ik ook dit setje. Dit is meer met wat paarse tintjes erin. Roze zie ik ook alweer wat tekstjes. The Smell. Wings. Ik kan niet eens alles precies lezen. Go for it. Smell. Nou, er zit echt hele leuke in, vind ik zelf. Dan heb ik ook deze variant. Ook wel wat tekstjes, maar dit zijn ook vooral met stippeltjes en zo. Go for it. Dit is een soort marmerprintje, marble printje. Die vind ik wel heel erg leuk, deze. En don't call it a dream. En look at you. Dat kan ik verder niet lezen. Maar ook gewoon wat leuke roze accenten erin. En de laatste set die ik haalde, die vond ik ook wel heel tof. Want er zit een camera in. Dat is deze. Die vind ik heel erg leuk. En ik zie planten. En ik zie een pandprintje. Dus die vond ik ook wel heel erg leuk. Die vond ik wel heel erg leuk zomers. Dus dat zijn deze washi-tape setjes die dus momenteel nieuw in het assortiment liggen. En het laatste wat ik kocht, dat is een oogschaduwpalette. Dit is van Fab Factory, dat is deze. En hier zitten dus 18 kleurtjes in. En die ziet er zo uit van binnen. Heel erg tof ook, wat ik heel leuk vind. Deze is een beetje gaan... Het zijn glittertjes, die zijn een beetje gaan lopen, zie ik. De naam staat eronder, dat is, kun je hier, deze is een beetje gaan lopen. Hij is verder nog heel. Ook leuk dat er een tutorial bij staat. Maar de naam eronder, ik vind echt de paletten van de Action steeds mooier worden. Hier zitten bijvoorbeeld ook wat highlight kleurtjes in. En dat had laatst een palette van Catrice ook. En wat heel erg leuk is dat de kleuren ook nog eens achterop staan. Maar deze zag ik, die was nieuw en ik vond de kleuren eigenlijk nog wel meevallen qua nude. Dus die vond ik wel heel erg leuk. En ook heb ik nog een boodschappentas gehaald. Want ik had natuurlijk weer geen tas bij me. Deze vond ik wel super top. Je ziet hier een cheetah. En een zebra en een giraf. Ik vond hem wel leuk zomers. Dus ik dacht, nou, dan heb ik in ieder geval, kan ik in ieder geval mijn spullen in vervoeren. En dat waren eigenlijk alle spulletjes die ik dit keer bij de Action heb gekocht. Ik ben eigenlijk wel weer heel erg blij met mijn aankoopjes. Ik ben eigenlijk echt best wel netjes gebleven. Wat ik gewoon heel erg leuk vond waren ook de washi-tapejes. En echt wat dingen die ik nodig had. Zoals keukenweegschaaltje ben ik heel blij mee. Nieuwe body lotion. En ja, gewoon even wat basic dingetjes. Zodat ik ook mijn balkon een beetje leuk kan gaan maken. Van het oogschaduwpaletten kun je trouwens nog een review verwachten op mijn blog. Mocht je het leuk vinden als ik hier bijvoorbeeld een video van zou maken. Mag je dat natuurlijk altijd laten weten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste item vond. Wat ik dit keer bij de Action heb gekocht. Ik wil met deze video echt niet iedereen direct naar de Action sturen van ga winkelen. Dit is natuurlijk een keuze die je zelf moet maken of dat je het ziet zitten ja of nee. Maar voor mij was deze ervaring bij de Action nu eigenlijk best wel prettig. Dat ondanks het corona dat iedereen een voldoende afstand nam en het eigenlijk ook heel rustig was. En je gewoon toch je dingetjes kon doen. Je blijft natuurlijk ook niet uren in de winkel nu rondlopen. Maar ja, het is wel fijn dat ondanks corona dat je tenminste nog wel een beetje soms even naar buiten kan. En ik weer even wat dingetjes die ik nodig had kon scoren. Ik ben benieuwd wat jij het leukste item vond. dit keer heb gehaald. Ik ben eigenlijk heel benieuwd of jij nu in deze tijd nog bij de Action durft te komen. Of dat je zegt, ik skip het gewoon eventjes. Laat het zeker even weten bij de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Het kan door op het knopje met mijn gezicht te drukken, maar ook op mijn kanaal zelf. En daar kun je ook het belletje aanzetten. Dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!